Dinsdag 18 januari 2022, ik ben Axel van BTC Direct en vandaag beleven we opnieuw een rode dag. In ieder geval als we het hebben over de kleur van de candle voor de Bitcoin prijsontwikkeling van vandaag. Alle ins en outs daarvan natuurlijk verderop in deze video. Dan gaan we de grafieken van TradingView.com erbij pakken en precies bekijken wat er is gebeurd en wat ons wellicht nog staat te wachten. Voordat we daar zijn aanbeland, natuurlijk eerst van start met de allerlaatste nieuwtjes. Alles dat met crypto en de economie te maken heeft, dat gaan we hier bespreken met daarin vandaag. De koopkracht van de Nederlanders die loopt sterker terug dan eerder werd verwacht. Gelukkig aan de andere kant zien we positief nieuws vanuit Binance. Die burnen weer voor enkele honderden miljoenen euro's aan BNB. Polygon voert een belangrijke hardfork uit. Data van LinkedIn laat zien een aantal vacatures in de crypto neemt echt extreem hard toe. En crypto.com is gehackt en de schade bedraagt om en bij de 13 miljoen euro. Laten we daar eerst even naar gaan kijken. Het nieuws rondom crypto.com, natuurlijk toch een behoorlijke speler die een hack te verduren hebben gehad. De schade, zo'n 13 miljoen euro. Eergisteren werd dit al bekendgemaakt. Crypto.com die liet dit zelf weten door middel van dit bericht op hun Twitter. De buit die bestaat uit onder andere een gedeelte Ether, ook een gedeelte Bitcoin en nog verschillende andere crypto's. Niet alleen liet ze dit zelf via hun Twitter weten, ook het blockchain security bedrijf PacShield Incorporated die bracht dit nieuws al naar buiten toe. Nou, verschillende mensen hebben ook op deze tweet, in ieder geval van Crypto.com zelf, gereageerd dat zij slachtoffer zijn geworden van deze suspicious activity, zoals ze het hier benoemen. En we kunnen dan ook inmiddels een kijkje gaan nemen naar hoe zien de stromen van de crypto eruit die zijn weggenomen. Nou, de helft van de gestolen Ethereum in ieder geval, die is witgewassen via verschillende anonieme wallets. Dat gebeurde met het programma Tornado Cash. Dat maakt het mogelijk om anonieme transacties uit te gaan voeren via het Ethereum netwerk. Nou, daar is in dit geval ook dankbaar gebruik van gemaakt. Zo kunnen we ook op Etherscan wat verder gaan duiken in deze transactie. Nou, je ziet in ieder geval dat deze fondsen het account al zijn aangegeven als een account takeover fraud, stolen funds dus. Het labeltje is er inmiddels al opgeplakt en de dieven die hebben in ieder geval wel gisteren nog Ether weten te verplaatsen. Dat gebeurde rond 2:30 s'nachts. 4600 stuks die daarmee waren gemoeid. Nou, het gaat dus in totaal om een aardig bedrag. Gelukkig is het voor een partij als Crypto.com niet zo'n enorm bedrag. Er komen dan ook steeds meer berichten naar buiten dat mensen die hier last van hebben gehad, die slachtoffer zijn geworden, inmiddels schadeloos zijn gesteld door Crypto.com. Oftewel, ze hebben de funds gewoon weer teruggekregen. Crypto.com laat verder zelf weten dat ook alle diensten weer lopen zoals ze moeten lopen. Alles is weer hervat. En daarmee lijkt de zaak dus in ieder geval voor de getroffenen opgelost. Belangrijk nieuws vanuit Binance. Nieuws dat eigenlijk ieder kwartaal volgt. En ook nu is het weer zover. Want het eerste kwartaal voor dit jaar is er namelijk weer een burn van BNB geweest. Oftewel, een gedeelte van de Binance Coin, BNB dus, die ze definitief uit de roulatie halen. Dat zorgt er natuurlijk voor dat het aanbod schaarser wordt, wat uiteindelijk kan gaan zorgen voor een omhoog geduwde prijs. Eerste kwartaal voor dit jaar gaat het ook meteen hard. Om heel precies te zijn, zijn er nu 1.684.387,11 BNB's, Binance Coin dus, geburnt. Als we dat even gaan omrekenen, gaan kijken dus naar de huidige koers van BNB, dan komt dat neer op ongeveer 660 miljoen euro. Dus zomaar even willens en wetens definitief uit de roulatie wordt gehaald. Het is het 18e kwartaal inmiddels alweer dat Binance deze burn houdt. Er zijn wel wat dingen nieuw in dit geval, namelijk dat dit de 18e is, maar wel de eerste waarin dit proces volledig automatisch heeft plaatsgevonden. En daarbij een andere mooie primeur, er is nog nooit eerder in een van die andere 17 burns voor zo'n hoge fiatwaarde aan coins uit de correlatie gehaald. Nou, dat auto-burn mechanisme dat nu dus voor het eerst is toegepast, dat bepaalt dus helemaal autonoom en automatisch hoeveel BNB er moet worden verbrand. Dat gebeurt aan de hand van een formule die kijkt onder andere naar de prijs van BNB op een bepaald moment en ook naar het aantal blokken dat er in een bepaald kwartaal is geproduceerd. Nou, dat gaat dus door die hele molen heen, daar komt een getal uit. In dit geval dus de recordhoogte van de ruime 1,6 miljoen stuks. Sinds de lancering van BNB door Binance, dat was alweer in 2017, hebben ze zichzelf in ieder geval voorgenomen om uiteindelijk 100 miljoen van de totale 200 miljoen beschikbare BNB uit de omloop te gaan halen
door middel van dit burnproces. Nou, de laatste keer dat dit aan de orde was, dat was oktober 2021. Toen haalde Binance 1,3 miljoen BNB uit de roulatie. Destijds had dat een waarde van 560 miljoen euro. Maar goed, met dit soort aantallen gaat dat natuurlijk redelijk gestaag. Moet ook wel als ze uiteindelijk 100 miljoen stuks willen gaan burnen. Mooi nieuws vanuit een andere altcoin hoek. We gaan in dit geval kijken naar Polygon. Want die voeren namelijk een belangrijke hard fork uit. En dit borduurt eigenlijk voort op een hard fork die we eerder op een ander netwerk zagen. Dan gaan we even terug naar augustus 2021. Het Ethereum netwerk dat toen de hard fork genaamd London voltrok. En ook iedere second layer oplossing, tweede laag dus, op de Ethereum blockchain. Die kan de verbeteringen uit die hard fork gaan meenemen. En dat is precies wat er nu is gebeurd. Maar dan dus bij Polygon met de token Matic. Polygon is namelijk zo'n second layer, zo'n tweede laag die is gebouwd bovenop de blockchain van Ethereum. En het doel is om het hele Ethereum netwerk op die manier een beetje te kunnen ontzien. Dat er dus meerdere transacties overgenomen kunnen gaan worden door projecten die er op zo'n tweede laag omheen draaien. Want dit dus één van de vele exemplaren is. Net als Ethereum dus sinds augustus zelf maakt nu ook Polygon gebruik van EIP 1559. Dat was één van de verbetervoorstellen die in ieder geval bij die hard fork Londen werden geïmplementeerd. En wat betekent dat nu? Want nu hoor je natuurlijk een hoop termen, maar in de praktijk voor met name Polygon betekent dit dat bij iedere transactie een klein beetje Matic, de crypto dus van Polygon, uit de roulatie wordt gehaald. Wordt geburnt dus, net zoals dat we net bij BNB hebben gezien. Maar hier gaat het nu bij iedere transactie een stukje van worden meegepakt en dus definitief uit de relatie komt. De update voor in dit geval Polygon, die werd geactiveerd vannacht was het rond 2:15 en vervangt het oude vergoedingensysteem, het fee-systeem dus eigenlijk van dit netwerk. En nu dat EIP 1559 hierop live is, gaan Polygon transacties in de fees een iets andere opbouw krijgen. Er komt eigenlijk een basistarief. Dat is een minimumbedrag dat in ieder geval benodigd is dus om een transactie onmiddellijk op de blockchain te verwerken. En in plaats van dat dat stukje vergoeding dus naar de validators gaat op dat hele netwerk, is dat niet langer aan de orde. Maar wordt dat geburnt. Dat wordt dus gepakt en uit de relatie gehaald en komt daar ook niet meer in terug. En gaat dus niet langer naar die validators toe. Nou, die basisvergoeding en dus ook dat burnen gaat in de Cryptomatic en dat een nieuwe systeem. Dat moet natuurlijk ook wel weer voor een compensatie zorgen voor die validators. Anders is de lol er snel wel vanaf. Nou, dat doen ze dan ook. Dan komt een soort priority fee. Dat moet gaan dienen als een stimulans voor gebruikers om transacties dus sneller door te voeren. En dat stukje gaat dan wel uiteindelijk naar die validator toe. In dit geval, ook concreet naar de situatie onderaan de streep gekeken, betekent dat helaas niet dat de transactiekosten omlaag gaan. Maar wel dat die een stuk transparanter worden en ook beter van tevoren kunnen worden bepaald. Dus dat is een andere belangrijke vooruitgang hierin. Het helpt ook met de schaarste van Ether en Matic, omdat er dus langzaam maar zeker steeds meer uit de roulatie wordt gehaald en er steeds minder beschikbaar blijft. Interessante data, ditmaal afkomstig van LinkedIn. En die kijkt dan naar de situatie van het aantal vacatures in alle crypto branches en sectoren. Ziet er goed uit. Het neemt zelfs explosief toe. Want de conclusie die ze dus trekken uit hun eigen recente analyse. Het aantal vacatures, hebben we het dan over, aan crypto gerelateerde zoektermen steeg. Het afgelopen jaar net geen 400%, 395% in ieder geval. Binnen de VS was dat dus aan de orde. En daarbij hebben ze gekeken om dit meer te definiëren naar vacatures die termen bevatten als bijvoorbeeld Bitcoin, Ethereum, blockchain en cryptocurrency. En in die periode, dat was van 2020 tot 2021, waarin dit dus bijna 400% toenam, groeide het aantal vacatures in de gehele tech-industrie ook flink, met zo'n 98%, maar dus wel aanzienlijk minder snel dan dat het aantal groeide in de crypto-sectoren. Crypto, die aantal vacatures in ieder geval, overtreft die groei van de gehele tech-sector dus ruimschoots. Terwijl die ook al niet mals was, die 98% toename. Lijkt zeer bullish nieuws in ieder geval, wijst toch wel op een professionalisering van de markt. Dat er zoveel vacatures worden geplaatst, ja, geeft natuurlijk weer aan hoeveel vraag er is naar die mensen, maar ook hoeveel mensen daarin willen werken en er uiteindelijk dus in die business terecht gaan komen.
meest voorkomende titels. Ook wel interessant om even na te gaan kijken, wat wordt er dan het meest in deze hoek gezocht? Nou, dat waren blockchain ontwikkelaar en blockchain ingenieur. Dat zijn in ieder geval de twee meest gezochte titels. De meeste van deze mensen, zal ook geen verrassing zijn, die werden gezocht binnen de software en de finance branches. Maar ook in andere sectoren die daar eigenlijk op het eerste gezicht niet direct iets mee te maken hebben, neemt de vraag naar cryptotalent toe. Denk bijvoorbeeld in de boekhoudingssector, ook in de consultancy, maar ook in de personeelsector en de computer hardware sector. Die sectoren zagen we dus het grootste gedeelte van deze groei voltrekken. Het is niet raar dat veel mensen in deze industrie willen gaan werken en dat er veel talent in gezocht wordt. Het aantal investeerders, ja, dat groeide natuurlijk ook gigantisch het afgelopen jaar. En waar geld is, ja, daar is over het algemeen ook werk te vinden. Dat blijkt hier ook wel weer. En wereldwijd gekeken naar hoeveel geld er dan door investeerders in 2021 in ieder geval in de crypto en blockchain startups werd gekieperd. We hebben het over ruim 26 en bijna een half miljard euro dat daarin terecht is gekomen. In ieder geval volgens gegevens van PitchBook. Tegelijkertijd, en dat gaat natuurlijk wel aardig met elkaar op, zien we ook de interesse vanuit bijvoorbeeld de publieke belangstelling voor crypto heel erg hard toenemen. Dat zorgt er dus voor dat we dit soort enorme groeipercentages daarin kunnen gaan zien. Ook binnen Nederland, in ieder geval hier natuurlijk gekeken naar onze eigen omgeving, BTC Direct en Block, zien we dat heel goed. Vorig jaar ruim verdubbeld in het aantal personeelsleden. Ook dit jaar verwachten we dat flink door te gaan blijven zetten. Dus ja, dat zien we ook hier heel dicht bij huis. Kijk overigens ook even op careers.btcdirect.eu om te kijken of dat er misschien wel iets tofs voor jou bij zit. Koopkracht Nederlanders, ja, die zou achteruit gaan. Maar het lijkt erop dat dit nog sterker achteruit gaat dan in de eerste instantie werd verwacht. Ja, en het lijkt inmiddels weer het aloude riedeltje, maar ook nu is dat gewoon weer 100% actueel. Het heeft alles te maken met de alsmaar doorstijgende energieprijzen. Die zijn wederom sterk opgelopen. Nou, en dat doet de koopkracht, in ieder geval dus gekeken naar Nederlandse huishoudens, dit jaar nog sterker teruglopen. Blijkt in ieder geval volgens de allernieuwste berekeningen van het Nibud, die ook vandaag naar buiten zijn gebracht, komt er in euro's uitgedrukt op neer dat we gemiddeld gezien de rest van het jaar zo'n 40 euro per maand minder te besteden gaan hebben. Nou, Nibud stelt verder ook dat echt alle huishoudens erop achteruit gaan. De daling in die koopkracht, ja, dat varieert natuurlijk wel van een aantal omstandigheden, maar het ligt tussen de 9 tot 116 euro per maand. Maar het kan nog erger. Als je als huishouden je loon niet hebt zien stijgen, dus geen klein opslagje, inflatiecorrectie of wat dan ook hebt gehad, ja, dan worden volgens het Nibud de bedragen nog hoger. En kun je uiteindelijk tot wel 200 euro per maand dus onderaan de streep gaan inleveren. En dat zijn serieuze bedragen. Ja, Nibud zegt dus dat dit alles te maken heeft met in de eerste instantie die gestegen inflatie. Dat komt weer door die alsmaar toenemende energieprijzen. Dat ligt ook hier weer aan van de basis. De dienst die zegt ook tegen gemeenten van nou schiet maar eens op met die vergoeding. Die energiecompensatie van zo'n 200 euro die eraan zou moeten zitten te komen. Is nog steeds onvoldoende om die gehele terugval in koopkracht op te vangen. Maar in ieder geval een stap in de goede richting, zo stellen ze zelf. Nibud heeft een aantal basisaannames gepakt voor deze berekeningen. De inflatie van 3% hebben ze namelijk gehanteerd. Dat is in ieder geval de inflatie die de DNB verwacht. Als dat nog verder gaat oplopen, ja, dan zullen mensen uiteindelijk er dus nog slechter van af gaan komen. Dat is ook nog steeds een reële mogelijkheid. Maar in ieder geval, dit is vanuit het uitgangspunt inflatie op 3%. Loonstijging hebben ze daarnaast ook een belangrijke basisaanname voor gedaan. 2,4%, dat verwacht in ieder geval het CPB. Dan zijn ze hierin ook van uitgegaan en daarvoor geldt natuurlijk ook. Als dat tegenvalt, wordt de situatie nog minder rooskleurig. Ideale bruggetje in dit geval, helaas. Want over minder rooskleurig gesproken, de koersen voor in dit geval Bitcoin. Uitgedrukt in de Amerikaanse dollar. En dan gekeken naar alle gegevens afkomstig van Bitstamp. Dan ziet het er zo uit op weekniveau. Inmiddels noteren we daar stevig rood. -3,77%. En je ziet ook dat we stevig in deze ultieme grote supportzone terecht zijn gekomen. Nog steeds is dat die belangrijke zone die heel vorig jaar een rode draad vormde. Of in dit geval een gele draad door de koersontwikkeling van Bitcoin. Nou, zijn we nu dus weer in terecht gekomen. Nadat we er hier eerder net boven of eigenlijk op die bovenkant wisten te closen. Ook hier vertrekpunt.
verdere beweging omhoog weten in te zetten vorige week. Maar nu zijn we dat weer aan het inleveren. Zitten we daar middenin. We handelen nu op zo'n 41.500 euro. Dan weet je dat ook weer. We lijken nu dan ook echt op een beetje een tweesprong terecht te zijn gekomen. Ja, het kan natuurlijk altijd, het kan vriezen en het kan dooien, het kan omhoog en het kan omlaag. Maar dit is echt een heel belangrijk punt vanuit waar er een hele grote beweging aan zou kunnen zitten te komen. En of die omhoog of omlaag gaat zijn, ja, dat gaat er dus sterk van afhangen. Maar laten we gaan kijken naar de basis van deze uitspraak. Waarom zit er dan mogelijk een hele grote beweging aan te komen? Daarvoor gaan we even kijken naar de leverage, of de estimated leverage op dit moment in de Bitcoin-markt, gekeken naar alle grote exchanges. Dit is data die onder andere wordt bijgehouden door CryptoQuant. En dan zien we hier in het zwart de prijs voor Bitcoin. En in het paars, die lijn die daar overheen ligt getekend, zie je dus de hoeveelheid hefboom leverage die op dit moment in de markt aanwezig is. En die is echt heel erg hoog. Die is echt aanzienlijk. Dat zorgt er natuurlijk voor dat zo gauw echt straks iets gaat bewegen in de markt, dat er eigenlijk een richting wordt gekozen, dat er een enorme squeeze kan gaan plaatsvinden. Of dit shorts of longs zijn die geleveraged zijn, dat kunnen we hier niet aanzien. Maar het kan dus wel betekenen dat er dan in één klap een enorme beweging achteraan gaat komen, omdat er zoveel hefboomwerking op dit moment zit in de markt. En dat is natuurlijk toch wel een risico. Even terug naar die koersen. Het belangrijkste dat hiervoor aan de basis ligt is eigenlijk als we deze lijn weten te houden, uiteindelijk zelfs boven die 45.000 kunnen gaan settelen. Ja, dan zou er een hele grote soort druk van de ketel af kunnen in de markt. En dat zou kunnen gaan zorgen voor een enorme beweging omhoog uitgaande. Dus vanuit die hoge posities leverage in de markt. Maar tegelijkertijd, als we dan met name deze belangrijke zone gaan verliezen, kan die dus net zo hard, maar dan naar beneden gaan voltrekken. Dat zou kunnen gaan inhouden dat we lineair rechtop doorgaan, in het slechtste geval naar de onderkant van dit handelsgebied rond de $30.000. Goed, dit is op weekniveau, kun je natuurlijk niet alles even gedetailleerd zien. Op dagniveau kunnen we dat al wat beter gaan bekijken. Hoe ziet deze beweging er nou uit tot nu toe? Deze zone is dus zo belangrijk. Dan leken we hier, nadat we eigenlijk door deze oude resistance, kortstondig support, wisten heen te breken, weer even vanaf te zijn. Toen zat de beweging omhoog alweer in. Toen gebeurde dus dat positieve scenario waar we in ieder geval op hoopten, of de basis daarvoor, namelijk door naar deze lijn, die 45k. Dan misschien die druk van de ketel in de markt en een verdere groei omhoog. Maar dat lukte niet voor lang. Hier werden we gestopt rond die 44,5. Daardoor zakten we door naar deze belangrijke zone. We wisten daar mooi boven te blijven. Leken dus één tredertje hoger nieuw soort support te hebben gevonden. Gisteren werd dat teniet gedaan en vandaag gaan we daar gewoon mee verder. We komen echt midden in deze zone uit zelfs. En ja, dat betekent, we zitten wel boven deze lijn, omdat we hier zo lang sinds begin november last van hebben gehad. Maar als we die nogmaals gaan testen, komen we echt onder dit gebied uit. Dan gaan we kijken naar een waarde onder de $40.000 en dan komen we in dat grote risicogebied tot aan die $30.000 terecht. En het wordt nu echt heel erg kantje boord. Je ziet de beweging vanaf nu ook de body van deze candle die helemaal naar beneden aan het trekken is. We hebben nog niet echt een dieptepuntje hierin gevonden waar we weer wat koopkracht in die markten kunnen gaan ervaren. Mogelijk dat er zich net zoals hier nog iets verder moet gaan laten doorzakken voordat we dat gaan zien. Maar dat maakt het voor nu in ieder geval wel heel erg spannend. En dit is hoe dat die beweging dus op dagniveau er de afgelopen tijd uitziet. Laten we even naar de uurcandles kijken. Dan zie je ook iets beter. Wat ik bedoelde met dat we eerst hier een mooie support leken te hebben gevonden rondom die 42.500 kortstondig doorheen. Wisten daar meteen weer bovenop te springen. Met een aantal mooie testen leken we daarvan verzekerd. Maar dat ging dus eigenlijk hier. Gisteren is dat in de loop van de dag mis. Daarmee zakken we terug. En nu gaan we steeds weer een wat dieper dieptepuntje ervaren. En dat is natuurlijk op dit korte tijdframe in ieder geval niet bepaald positief nieuws. We leven op dit moment, deze dinsdag dus, op hele spannende momenten. Want we zitten nu in die zone. De weg naar beneden toe die is zich nu in ieder geval nog aan het doortrekken. Dus houd hem de komende uren goed in de gaten. Morgen ga ik je natuurlijk weer helemaal bijpraten in een splinternieuwe video op het YouTube kanaal van BTC Direct. Gaan we samen weer kijken, jij en ik, wat hier van terecht is gekomen. En wat we daar verder weer van mogen gaan verwachten. Hoe het met de leverage staat, noem het maar op. We gaan alles wat dan in ieder geval weer belangrijk is erbij pakken. Tof hier weer gezien te hebben. Morgen zie ik je natuurlijk gewoon weer terug hier voor jouw dagelijkse update. Wil je jezelf daar nu van verzekeren? Dat kan. En wat gratis even niet zelfs. Klik even op de subscribe button en dan ben je er altijd als eerste bij. Een duimpje omhoog als je die nog eentje kunt missen. Die nemen we ook altijd heel graag in ontvangst. Geniet nog van deze dinsdagavond. Ik spreek je morgen gewoon weer. Dus tot dan. Doeg!